Hey girls, wat leuk dat jullie kijken naar deze video. Voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah en ik laat jullie vandaag verschillende Happy Meals zien van verschillende foodketen. Ik ga naar de KFC, Subway, McDonald's en naar de Burger King. Ik ben mega benieuwd, want om eerlijk te zijn heb ik alleen nog maar ooit een Happy Meal gehad van de McDonald's. Dus ik ben mega benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat het verschil is in de prijs, in wat je krijgt, in de opties. Welk speeltje erbij zit vooral. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb in ieder geval heel erg zin in deze video. Ik hoop jullie ook. Als dat het geval is, zou ik het enorm waarderen als je een duimpje omhoog zou willen doen. En misschien op mij wil abonneren. En dan gaan we lekker beginnen. Oh, ik ben zo excited, maar ik vind het ook een beetje spannend. Ik weet niet zo goed waarom, maar ja. Anyways. Hi, mag Hi. Ik een kids pack? Je hebt ook vegetarisch, toch? Ja. Oké, okay, top. Met teriyaki saus, ja? Geen natuurlijk. Nee, dat maakt niet uit. Maar gewoon zolang die maar vegetarisch is. Oké. Oké, top. Komt daar ook iets te drinken bij of zo? Ja, dat kan. Wit normale kaas erop? Ja, graag. Ja, een beetje slaafmelk voor me erop? Ja, is helemaal goed. Ja, met sweet onion saus? Ja hoor. Ja, en welke dranken wil je erbij? Wat hebben jullie? Ik heb echt zoveel drankjes. Je kunt ook bij de ram kijken. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, dat is helemaal goed. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, tot mijn voorrijden. Dank je. Help. Ik ga stoppen met vloggen, want ik ben toch ongemakkelijk, maar... Ik snap hier helemaal niks van. Ze zei ook, die sup is met teriyaki saus als die vega is. Ik zo, oké, okay, dat is goed. En daarna zegt ze, wil je iets van onionsaus of zo erop? Ik weet niet of ik nu twee sausen krijg. Maar ik ben heel benieuwd. En op de site stond dus dat je er een koekje bij kreeg. Maar ze vroeg ook helemaal niet welk koekje ik wilde. En volgens mij hebben ze meerdere soorten koekjes. Volgens mij hebben ze drie soorten koekjes bij de Subway. Dus ik ben heel benieuwd of ik dan gewoon eentje random krijg. Of dat er altijd standaard dezelfde bij zit. Of dat ze het gewoon was vergeten te vragen. Of, I don't know. En nu weet ik echt niet wat ik erbij wil drinken. Ik vroeg, zit er drinken bij? Zei ze, ja, dat kan. Maar ik bedoel, zit het er al bij, weet je wel? Bij een Happy Meal moet je drinken, anders krijg je geen Happy Meal. Ik bedoel dat mensen dan in de drive kwamen en dan vroeg ze van, ja, ik wil graag een Happy Meal zonder drinken. En dan denk ik, ja, maar dan kan ik hem niet aanslaan. Dan kan ik hem niet compleet maken, dus dan kan ik het... Ik kan daar niks mee. Maar ja, in ieder geval, ik ben heel benieuwd of dat er dan bij hoort of niet. Want op de foto stond Fristy. Ik ben heel benieuwd. Maar in ieder geval, ik ga soms in het raam kijken wat ik voor drinken kan kiezen. Oh my god, waarom vind ik dit spannend? Ik ga stuk op mezelf. Anyways, ik zie jullie zo. Het is trouwens echt druk, want het is letterlijk 4 uur. En er staan twee auto's voor mij. En er staat ook een auto achter mij. Bij de Subway. Terwijl, in mijn hoofd ga je alweer bijna avondeten, weet je wel. Maar misschien is dit wel mensen een avondeten of later lunch of zo. Anyways, ik zie jullie als ik mijn kids meal of kids pack of zo heb. Ik ben zo excited. Mag ik een veggie junior, king junior, zeg maar zo'n happy meal? Ja, wilt u dan veggie nuggets of? Wat mag je nog meer kiezen? Ja, de hamburger en cheeseburger, maar die hebben we niet veggie in het menu. Oh, maar wel veggie kip nuggets? Ja, die hebben we okay, wel. Oké, top, dan de veggie kip nuggets graag. Helemaal goed. Wat voor sausje mag erbij? Hebben jullie iets van barbecue saus? Ja. En ik had nog een vraagje. Kunnen er ook twisterfriet in plaats van normale friet? In die Happy Meal? Ja. Ja. Oké, okay, top. Dan wil ik dat graag. Dan kleine twisterfrietjes en barbecue dip. Even kijken, anders nog iets. Nee hoor, dat was hem dan. Dat was hem, alleen de kids meal. Ja, graag. Oké, okay, girls, het is letterlijk kapot laat. Het is 5 uur en ik heb nu pas al mijn eten. Dus als je denkt, wat een heftig licht. Het is donker buiten, dus ik moest mijn lamp aan. En die lamp is heftig. Ik hoop ook echt dat niemand me ziet, want het is echt embarrassing. Maar ja, op zich sta ik midden op een parkeerplaats. Maar ik heb mezelf soort van in een hoekje gezet waar hopelijk niemand me echt ziet. En de auto's naast mij, ik hoop gewoon dat dat van het personeel is. En dat die voorlopig nog niet klaar zijn met werken. Want het zou zo embarrassing zijn als er nu mensen aankomen lopen. Maar ja... In ieder geval, laten we beginnen. Waar ik het meest teleurgesteld was, was denk ik de Subway. Ik heb niet eens een Happy Meal. Ik heb niet eens zo'n kidsverpakking. Ik heb gewoon het losgekregen. Ik heb geen speeltje, niks. Dat vond ik echt super jammer, want dat had ik wel echt verwacht. Het ging dus helemaal mis, want ik had dus blijkbaar dat meisje had begrepen dat ik zei dat ik een wrap wilde. In plaats van een kidspack. Verstond zij wrap.
Ze hadden die frappe ook al gemaakt. Zei ze van, ja, vind je het erg als we dan gewoon het koekje en het drinken hierbij doen? En ik had zoiets van, normaal zou ik echt ja zeggen, want ik ben een pussy. Maar nu had ik zoiets van, het is voor de video, weet je wel. Dus het was zo kut. Ik moest echt zo zeggen van, nee, sorry. En ze snapte het niet en ik had al betaald. Maar ja, in ieder geval, ze zeiden dus dat ik uiteindelijk 1 euro meer had betaald dan dat het eigenlijk was. Dus ik heb een extra koekje gekregen. Maar dit is het broodje. Echt oprecht, sorry voor dit licht. My apologies. Ik had ook zeg maar de hele dag om dit te filmen. En ik beslis gewoon om dit op het laatste moment te doen. Er zit vega kip op. Dit is volgens mij niet het broodje die erbij hoorde. Volgens mij staat op de site een veggie delight. En volgens mij zit daar alleen groente op. Maar ik heb ook vegetarische teriyaki kip. Wel lekker. Ik krijg helemaal stress van of die kip wel vega is. Maar je proeft wel echt dat het vega is. Maar alsnog krijg ik er stress van omdat ik weet dat het er eigenlijk niet op hoort. Maar ik denk omdat ze dat dan eigenlijk op die frap zouden doen. Maar ja, in ieder geval. Wel echt lekker. Volgens mij heb ik zelfs een beetje augurk. This is crazy. Oké. Maar ik vind het wel een groot broodje voor een kindermenu. Kijk hoe groot dat is. Eerlijk, op de foto lijkt hij echt veel kleiner. Ik had om eerlijk te zijn niet verwacht dat ik dit zo lekker zou vinden. Het is echt letterlijk crazy. Ik zou dit letterlijk nog een keer halen. Omdat ik het ook lekker vind dat je een koekje erbij krijgt. En je kon kiezen of chocomelk of fristi. Dus ik heb chocomelk gekozen. En die ga ik gewoon van de week een keertje drinken of zo. Oh, het is ook echt koud, man. Maar girls, besef hoe crazy dat het letterlijk 5 uur is. En dat het gewoon pikdonker is buiten. Echt, het is zo bizar. Oh ja. En je krijgt dus een koekje erbij met Smarties. Ik heb er dan dus 2. Omdat ze hun, omdat we een misverstand hadden. Oh my god, ik vind het zo ongemakkelijk om hier te filmen. Ah! Helemaal shy girl. Die ga ik echt morgen mee naar mijn werk nemen. Zo lekker. Ja. De Subway weet echt hoe ze goede chocolate chip cookies moeten maken. I love it. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe rate ik dit kids meal? Ik denk een 10. Het enige wat ik er een klein beetje jammer aan vind. Is dat je alleen Felicity of chocomel kan kiezen. Want ik vind dat chocomel en fris die best wel heftige drankjes zijn voorbij een broodje. Maar het is wel echt mega lekker. En ik zou dit sowieso nog een keer halen, want het is ook de perfecte hoeveelheden op zich. En het is gewoon echt super lekker. I love it. Ik ga de broodje sowieso vanavond opeten. Er staan nu dus zeg maar 2 mensen buiten. En ik vind het zo ongemakkelijk. Oh my god, ik had hier echt beter over na moeten denken. Ik had hier letterlijk gewoon de hele dag voor, hè. Maar ja, anyways. Daarna ben ik doorgegaan naar de Mac. En jullie weten waarschijnlijk allemaal wel hoe een Happy Meal eruit ziet. Maar ik zal hem even unboxen. Hey, ze hebben trouwens helemaal niet gevraagd of ik een boekje wilde. Of een speeltje. Slee. Oh, ik heb wel mijn frietsaus. Ik dacht dus echt dat ze mijn frietsaus waren vergeten. En ik was gewoon echt sad. Anyways. Als eerste heb ik dus frietsaus. 3 kilo servetten. En ik heb een speeltje. Oh my god. Ik zie een soort Mario Kart-achtig speeltje. I'm obsessed. Oh, nee, stop. Want ik hou ervan als je jezelf je eigen stickers erop kan doen. Dit zijn de stickers. En dit is het autootje. Kijk nou hoe leuk. Sorry voor die rare schaduwen. Maar dat komt omdat ik maar 1 lamp heb. My apologies again. Anyways, oh my god, I love it. Ik ga sowieso zo meteen die stickers opdoen. Maar, eigenlijk zijn we hier natuurlijk gewoon voor het eten. Ik heb dit een half uur geleden gekocht. Het trieste hier aan is dat dit niet de eerste keer is deze week. Dat ik zulke droge, taaie, koude frietjes van de McDonald's aan het eten ben. Ik was namelijk laatst met een vriendin van mij naar het terras. En toen hadden we best wel laat gemaakt. En toen had ik ook best wel veel gedronken. En toen dacht ik, oh, ik ga even lekker naar de Mac om een McChicken en een frietje te halen. En toen was ik daar. En toen had ik mijn friet niet gegeten. Toen kwam ik thuis en toen heb ik het gegeten. Nou, ja, echt heel triest. Maar ja, McDonald's is gewoon lekker. En warm is wel echt lekkerder.
Maar koud kan ik er ook echt niet boos om worden. I love meat on fries. Anyways. Vega kipnuggetjes. Omdat dat de enige optie was. Ik heb deze echt al 100 keer gegeten. Maar cheers. Oeh. Deze had ik nog niet koud gegeten ooit. Het is prima, maar warm zijn ze wel echt een stuk lekkerder. Voor de mensen die nog nooit kipnuggets hebben besteld in de Happy Meal. Je krijgt altijd 4 stukjes. En als je bij de McDonald's een bakje met kipnuggets koopt, krijg je altijd gratis een sausje erbij. Maar als je kipnuggets bij een Happy Meal bestelt, krijg je dat er niet gratis bij. Ik zal trouwens even de prijs vertellen. Ik schrok trouwens best wel van alle prijzen. Want ik dacht zeg maar dat dit gewoon menuprijzen waren. Ik dacht echt dat een Happy Meal like 2 euro goedkoper was. Maar bij de Subway heb ik betaald 7,90 euro. Nou ja, dat moest dus eigenlijk zijn 6,90 euro, zei de jongen. Vind ik wel veel. Ja, je hebt ook wel een hele maaltijd. Maar, I don't know, voor een Happy Meal. In mijn hoofd was een Happy Meal gewoon 4 euro. Toen bij de McDonald's heb ik 6,15 euro betaald. Bij de KFC heb ik 6,84 euro betaald. En bij de Burger King 6,30 euro. Dus de Subway was met 6,90 euro het duurst. En de McDonald's was met 6,15 euro het goedkoopst. Stop! Kijk hoe leuk! Oh, ik had gevraagd om een zakje zout. Toen hebben we dat niet gegeven. Dat is wel minder. Oh my god, kijk hoe leuk dat doosje is. Ik heb dit dus echt nog nooit gezien. Dit vind ik echt leuk. Ik vond het zo jammer dat je bij de Subway geen doosje of zo krijgt. En besef dat die ook nog eens het duurste was. Maar oké. Anyways, ik heb een mais. Tegenwoordig zit er bij de KFC standaard friet bij in plaats van mais. Maar ik had gevraagd of ik alsnog mais mocht. Nu vind ik het wel echt jammer dat ik geen zout heb. Want dat maakt het wel altijd een stuk lekkerder. Oh. Oké, nee, sorry. Stop! Ik heb een puzzel. Een 3D puzzel. Oh my god. Kijk hoe leuk dit is. Dan krijg je dit. Oh my god. Maar is dat niet heel moeilijk voor kinderen om te maken? Want het is wel een kids meal. Dat is crazy. Oh my god. Er zit een heel bouwpakket in. Ik stop. Nee, want dit is zo leuk. Je krijgt gewoon zo'n kip bucket. Maar dan een poppetje. Oh, dat is zo fabulous. Oh my god. Anyways, ik heb de veggie kip. Ik heb de chicken strips van de KFC al best wel vaak gegeten. En deze zijn zo lekker. En zo juicy. Ik was echt vergeten. Deze is zo lekker. Morgen ga ik een Caesar salad meenemen naar mijn werk. Met al deze kip. En ik weet gewoon als ik een hapje neem van die KFC kip. Dat ik het allerblijst ga zijn. Want dit is sowieso de lekkerste kip. Ja. I love it. Besef hoe lekker mijn dagje eten morgen op werk wordt. Want ik kan gewoon salade met kip meenemen. En dan zo'n koekje. Oh, zoveel zin in. Anyways, dan zijn we alweer aangekomen bij de Burger King. Oh, trouwens, ik heb helemaal niet verteld. Bij de Mac had ik een kleine ijsthee besteld. En bij de Burger King had ik een water besteld. Want ik dacht, wat ga ik doen met al die frisdrank? Dus dat blikje chocomel hoef ik niet open te maken. En die ijsthee, die kan ik gewoon lekker opdrinken. En dus een water bij de Burger King. Oh, je hebt ook nog appels bij de Mac. Mac is denk ik wel echt het goedkoopst dan. Want het was wel het minste wat ik hoefde te betalen. En je hebt ook nog appels. Dus je hebt appel, friet en dan zeg maar zo'n soort snack. Dus of een burger en in mijn geval kipnuggets. En een speeltje. En dat is gewoon echt jammer van de Subway. Je hebt gewoon geen eens een speeltje, je hebt niet eens een leuke verpakking. Als ik een kind was, was ik met dit kids meal niet super blij geweest. Want wat is er kinderlijk aan? Niks. Het is gewoon een normaal broodje voor volwassenen, maar dan iets kleiner. Met een koekje. En een fristie en een chocomel. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar, where's the fun? Maar ik ben heel benieuwd wat we bij de Burger King krijgen. Want ook hier heb ik nog nooit een Happy Meal besteld. Stop! Ik heb echt in mijn hele leven alleen een Happy Meal gegeten van de McDonald's. Daarom was ik ook zo benieuwd om dit te... Oh ja, hier zit ook een speeltje in. Kippie! Oh wacht, dit is zo'n poppetje van...
Volgens mij is dat een film of zo, toch? Hij is helemaal warm. Komt natuurlijk door dat eten. Ik schrik me rot. Ik denk dat ding gaat ontploffen of zo. Ik geel. Ik heb een poppetje gekregen. Nou, helemaal leuk. En dan zit er een kammetje bij. Maar waarom is die kam zo groot? Excuse me. Die kam is letterlijk groter dan dat poppetje bijna. Oh my god, dit is echt een grap. Maar het is wel leuk. Maar ze vroegen niet, ben je een jongen of een meisje? Ik kan me ook voorstellen dat... Ja, trouwens, sommige meiden zullen dit waarschijnlijk ook helemaal niet leuk vinden. Ik vind het wel fabulous. Je moet wel uitkijken voordat je dan allemaal haar in je eten hebt. Maar dit vind ik wel leuk. Ik vind het grappig dat dat een kammertje erbij zit. Want anders heb je gewoon een poppetje. En nu kan je tenminste ook nog wat of zo met dat poppetje. Nee! Ik had gevraagd om Twisterfriet. Oh, ik was ook nog zo excited daarvoor. Nee! Ik ga huilen. Anyways, ik had gevraagd om een barbecue saus. Oh my god, ik vind dat echt niet leuk. Ik had zoveel zin in Twisterfriet. Dat vind ik echt niet leuk. Want ze zei wel echt dat het kon. Nu ben ik echt verdrietig. Anyways, ik heb nog nooit de vegetarische kipstukjes gegeten van de Burger King. Dus ik ben echt mega benieuwd. Heel leuk om die regen. Oeh, ik vind dit niet zo heel lekker. Dit is echt mid. Zou ik het nog een keer halen? Op zich wel. Maar bij de Burger King heb je letterlijk bijna alle burgers die hier op mijn menu staan, heb je vega. Dus als ik dan bij de Burger King ben, ga ik liever gewoon lekker een vega burger halen. In plaats van deze kipnuggets die ik echt super mid vind. Ik ga even mijn McDonald's saus pakken. Ik ga stuk dat het begonnen is met regenen. Anyways girls, let me know welke kids meal jij het liefst zou willen. Als ik moet kiezen dan... Kies ik toch denk ik voor de KFC. Nee, toch voor Subway. Kijk, als ik een kind was, koos ik sowieso niet het liefst voor Subway. Omdat er geen eens een speeltje bij zit. Maar om eerlijk te zijn ben ik nu 21 en boeien de speeltjes me toch ietsjes minder. En heb ik liever een koekje dan een speeltje. Dus dan zou ik sowieso naar de Subway gaan. Want ik hou echt van die koekjes. En ik vind het echt zo'n perfect formaat broodje. Gewoon niet al te groot. Gewoon lekker. Maar ik zou dat weer niet eten als avondeten, zeg maar. Ik weet niet. Avondeten als broodje. Een broodje als avondeten, dat klopt echt niet in mijn hoofd. Waar heb ik mijn saus gelaten? Die flits is zo fel in mijn gezicht. Ik zie helemaal niks meer. Oh my god, ik kon letterlijk mijn saus niet vinden. En nu ben ik bang dat ik erop ben gaan zitten ofzo. Oh, wacht. Ik heb hem denk ik teruggedaan in mijn Happy Mailbox. Ja, oké, gelukkig. Ik kreeg echt een heart attack. Vinden we de regen op de grond, op de achtergrond satisfying of worden we er een beetje kriegel van? Oh ja. Eeuw. Ik was vergeten dat die kip zo koud was. Bij de KFC kon je trouwens kiezen of je een maiskolf wilde of frietjes. Ik weet trouwens niet of jullie dit weten, maar bij de McDonald's kan je ook kiezen of je friet wil. Of zo'n extra zakje. Want nu heb ik bijvoorbeeld appeltjes erbij gekregen. Maar dan zou ik bijvoorbeeld ook en appels en wortels kunnen doen. Of twee keer appels of twee keer wortels. Ik wist dat helemaal niet totdat ik daar werkte. En toen dacht ik echt gewoon... Dat is crazy. Ik hou zo van frietsaus van de Mac. Ik weet letterlijk gewoon niet waar ik alles gelaten heb, lol. Ik geel om die drie soorten verschillende kipjes. Oh, ik heb wel echt zin om daar morgen salade mee te maken. Want bij mijn KFC mukbang had ik toen een ding gegeten. Hoe noem je dat?
salade had ik besteld en die had ik toen de volgende dag op mijn werk gegeten. En girls, dat was zo lekker. Ik was echt verdrietig toen die salade op was, want het was echt een goede salade. Ik zie nu dat er ook ui op mijn broodje zat bij de Subway. Die jongen vroeg ook aan mij van, welk brood wil je? Sesam? Vraagteken. En ik dacht van, ja, wat hebben jullie nog meer? En ik zei maar van, ja, is goed. En hij zei ook van, welke saus wil je? Ik zei, ja, welke saus hebben jullie? Ja, haha, sorry, ik weet niet zo goed wat jullie allemaal hebben. Toen zei hij, maakt niet uit, toen deed hij het raam dicht. En toen is hij nooit meer teruggekomen. Dus ik weet niet zo goed. Nou ja, hij was teruggekomen totdat toen hij mijn ding gaf. Maar hij heeft nooit meer gezegd welke saus. Maar ik dacht, oké, verzin jij maar wat. Want ik weet het anders ook echt even niet. Ik ben niet de grootste fan van ui, dus ik haal dit er even af. Ik weet ook niet waar al die olie ineens vandaan komt. Maar het lijkt wel alsof dat hele broodje ineens onder de olie zit. Ik ga dit sowieso nog een keer halen. Dat brood los is ook gewoon echt mega lekker. Maar ook die saus. Ik denk alleen niet, als ik een volgende keer nog een keer zo'n Happy Meal ga halen, dat ik dan weer dit broodje krijg. Want volgens mij mag je helemaal niet zelf kiezen wat je erop wil. Maar ik zei tegen hun, doe maar wat. Ik dacht namelijk gewoon dat er een soort standaard ding was. Ik krijg alles erop. Ik zie mais, paprika, komkommer, ui, sla, tomaat, saus. Kip teriyaki. Ik ben ook echt benieuwd of die wrap lekker was. Want het was echt een dikke wrap. Maar ik had zoiets van, ja, voor de video vond het ook zo kut om nee te zeggen. Want normaal zou ik dat echt niet zeggen. Maar oh my god. Ja. Dit is zo lekker. Ik heb nu zelfs een stukje mais in mijn mond. I love it. Vanavond ga ik een film kijken en dan ga ik dit opeten. En dan ga ik dat halve koekje opsmullen. Ik heb er gewoon helemaal zin in. Wow, ik schrok. Ik dacht ineens ben ik wel aan het filmen. Heart attack. En ik heb ook echt zin oprecht. Oh, ik heb geluk. Ik pak die McDonald's beker en kijk dan. Hij gaat gewoon open. Oh my god, al mijn ijs is gewoon gesmolten. Is dit die ijstie? Waarom smaakt die zo raar? Er zit ook gewoon geen prik meer op. Huh? What the fuck? Oh, er zit een stukje van dat kip of zo tussen mijn spalkje aan de achterkant. Dat is zo vervelend. Anyways. Oh, ik heb ook een zieke kruimel. Sorry mama. Anyways girls. Ik heb ook geen rietje of zo gekregen bij de Mac. Dat is zo raar. En zit er altijd zo'n rare deksel op? Ik ben helemaal in de war. Waarom zit geen prik op? Lijkt zo lang is het nou ook niet geleden dat ik het gehaald had. What the actual fuck? Oké, my apologies. Ik heb wel een rietje gekregen, maar ik ben gewoon niet echt aan het opletten. Het was namelijk echt een zooi. Ik had eigenlijk even moeten uitleggen hoe het eruit zag. Want het hele dashboard lag gewoon vol met al dat eten. En die stoel naast mij was ook echt helemaal ontploft. Ik gil. Maar ik heb het nu een beetje georganiseerd. Ik heb wel echt allemaal kruimels hier in mijn jas. Die ik liever niet in mijn moeder de auto wil gooien. Een stukje augurk. Die jongen bij dat raam, bij de Subway, die deed wel echt heel aardig tegen mij. Maar volgens mij waren die mensen daar binnen echt boos op mij. Want dat meisje die kwam ook bij dat raam en zegt ze, hoi, is dit voor jou? Ik zei, oh ja, sorry, ik had kidspack. Maar ik kon niet eens uitpraten. En toen begon er iemand anders te schreeuwen van dat het niet klopte, zeg maar. En ik verstond niet helemaal wat ze zeiden. Maar uiteindelijk, voordat dat meisje mijn raam dicht deed, zei ze ook nog van, ja, dit hebben we speciaal voor jou gemaakt, hè. Toen dacht ik, ja, maar ik kan er niks aan doen dat jullie het verkeerd hebben gemaakt. Lijkt het gewoon een miscommunicatie. Snap je wat ik bedoel? Oh, ik dacht echt van ja, sorry. Ik had best die wrap gewild, maar dit is voor de video. Like, ik kan ook niet tegen hen zeggen van ja, sorry, ik ben de video aan het filmen. Want dan denken ze ook echt van, die meid is helemaal niet wijs. Ja, sorry. Anyways, welk speeltje vond ik het leukst?
Ik denk om eerlijk te zijn misschien wel die van de KFC. Want kijk hoe leuk dit is. Als je dan... Kijk, het is wel kut als jouw kinderen dit in de auto willen gaan doen. Dan moeten ze gewoon echt wachten tot je thuis bent. Of als je bijvoorbeeld binnen zit of zo. Maar dit is toch geniaal. Dit wil je toch? Ik wil dit. Kijk nou hoe leuk dit is. Gewoon een 3D puzzel. Waarom hebben mijn ouders me nooit Happy Meal gegeven vroeger van de KFC? Ik had dit echt zo leuk gevonden. Maar ik vind het altijd ook echt heel leuk bij Happy Meal dat je lekker dat kan stickeren en zo. En deze van de Burger King vind ik ook wel leuk. Maar hier zou ik best wel snel weer klaar mee zijn of zo. Maar aan de andere kant, als je echt nog een kind bent. Dit kan gewoon bij je poppenverzameling. Je hebt gewoon een nieuwe pop. Dan kan je altijd mee spelen. Terwijl als je één keer deze puzzel maakt. Ja, dan is die ook wel gewoon gemaakt, zeg maar. Dan ga je hem niet nog een keer maken. En dat autootje kan je ook gewoon voor altijd mee spelen. Let me know welk wereldje jij het leukst leek. Want ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen. Ik vind alles wel leuk. Alles op zijn eigen manier, zeg maar, leuk. Anyways, girls. Let me know welke kids meal box ding jij het liefst zou willen van de varianten die ik jullie heb laten zien. Ik ben heel benieuwd om te horen welke jullie het liefst zouden willen. Ik kies toch echt wel voor de Subway. Gewoon omdat het broodje fucking lekker was. En je krijgt een koekje. En ik hou van zoetigheid en ik hou van koekjes. Dus ik moet dat gewoon. Ik ga die ook zeker wel nog een keertje halen. Anyways girls, ik wil je echt enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als dat het geval was, zou ik het waarderen als je een duimpje omhoog zou willen doen. En je op mij wil abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer in een nieuwe video. Bye girls! Thank you.